Hallo en welkom bij Paul's Model Train Stuff. Vandaag geen locomotief, maar een klein stukje. Wat ga ik doen met mijn baan? Ik sta nu op mijn nieuwe zolder, het regent. Ik weet niet of je dat kunt horen. En ik heb hier al wat dingen klaar liggen en geprobeerd en zo. Ik denk dat ik langzaamaan een plan begin te krijgen van wat ik ga doen. Zo, nou, dit is iets groter. De schoorsteen, zo is ongeveer mijn zolder waar ik mee ga werken. En ik ga mijn baan ga ik opbouwen uit twee delen. Het onderste deel is het schaduwstation. Daar probeer ik zoveel mogelijk treinen en wagons neer te zetten. En moet ik even goed kijken, want dan is... Aan de verre hoek komt vanaf het schaduwstation komt een spiraal, een helix. Die gaat anderhalf keer rond. Met daarop twee banen. De buitenste wordt voor naar boven toe. De binnenste wordt voor de afdaling. Dat is om slijtage aan wielen en motoren een beetje te verminderen, omdat de hellingshoek van de buitenste buitenkant van een helix net iets minder steil is dan van de binnenkant. Zo, hier bovenop komt mijn bovenste baan met hier aan deze kant waarschijnlijk zoiets om te keren. De onderkant, zo, ik teken hier weer even de helix. De onderkant bestaat dus uit twee sporen. Zo. Waarbij die kant op gaat en die kant op, zodat we ook mooi rechts kunnen rijden. Dat betekent, hop. Zo, als ik het goed heb. Ja, nee. Zo is je precies verkeerd om. Binnenkant, 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 binnenkant. Zie je wel. Zo komen de treinen erop en zo gaan ze er vanaf. En hier komt dan mijn schaduwstation en dat zal iets gaan worden. In de zin van... Zo, een... Hele zut aan wissels. Met hier tussen een heel aantal sporen. Vanaf dit punt een omkering terug hier naartoe. Hopelijk ziet het er mooier uit dan dat ik teken. En waarschijnlijk ga ik halverwege met de Engelse wissels die ik heb nog een lijn tekenen. Een spoorlijn zo naar deze kant toe. Waarbij ik ga proberen in ieder geval dit stuk vrij te houden. En misschien ook deze, zodat ik meteen rond en terug kan rijden. Omdat dit dus de onderkant wordt, is dat echt het eerste wat ik moet gaan doen. Als die onderkant staat en die helix is er, dan kan ik aan de bovenbouw gaan beginnen. En dan kan ik gaan kijken naar... Hoe ik daar de lijnen ga laten lopen. Ik wil hier bovenop modules gaan zetten. Ik denk dat 3 wel moet lukken. Waarmee ik wat kan variëren. Dat is nu het uiteindelijke plan. Het uiteindelijke doel. Ik ben benieuwd in hoeverre ik me daar ga houden. Voor uiteindelijk. Ik ben nu bezig in ieder geval met het bedenken van een manier. Waarop ik die onderbouw kan gaan opzetten. De helix, daarvoor is rails onderweg en daar heb ik een Excel sheet voor gevonden die denk ik iedereen gebruikt om een helix te maken. Die precies uitspuugt hoeveel plankjes je moet hebben, hoe je ze moet zagen en waar je de gaten moet boren om zo'n ding op te bouwen. Maar dat wordt een hele andere aflevering. En voor deze, ik heb een oude Lunia kast heette die geloof ik.
En ik ben aan het kijken of ik daar dus deze onderbouw van kan gaan maken. Die dan op een waarschijnlijk een meter hoogte komt. Het ligt een beetje aan hoe hoog die helix gaat worden. Hoeveel hoogteverschil. En die hele onderbouw moet ik ook nog eens gaan kijken van hoe breed die gaat worden. En ook daar ga ik hopelijk binnenkort een aflevering of twee aan wijden om dat een beetje uit te zoeken. Tot die tijd ben ik bezig met... oude wissels, oude kruisingen, kijken hoe alles past. En ik ga waarschijnlijk een heleboel stukken Lima rails verzagen. Om zo tussen wissels en zo te zetten. Zo'n klein stukje wat minder, met minder geleidende staal. Hoop ik dat minder kwaad kan. Ofwel, boel gerekend, boel gepuzzel. En hopelijk binnenkort dus wat resultaten. Misschien al dat ik de wissels een layout van heb. Hopelijk kan ik iets gaan doen aan de onderbouw. En dan komt dus ook bezetmelding erbij kijken. De aansturing van al deze wissels. En god weet wat nog meer. Tot dan. Voor nu bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer.